Act to Make an Impact is a video podcast series about positive change in the fashion industry, talking with everyone who can make an impact, from consumers to politicians. This episode, we will answer the question, how does slow fashion survive in a fast-moving world? Hallo dames, wat fijn dat jullie hier zijn. Welkom bij Act to Make an Impact. En vandaag gaan we het vooral hebben over de tegenstrijdigheden, namelijk de steeds sneller draaiende kledingindustrie, de snelle wereld van de social media, maar ook de tegenbeweging van slow fashion. Vind ik een hele interessante tegenstelling en ik ben heel benieuwd hoe jullie nou omgaan. Hoe houden jullie je eigenlijk staande in een wereld die steeds sneller gaat en jullie eigenlijk ervoor kiezen om hier niet mee in te gaan? Dan wil ik eigenlijk beginnen met Suzanne. Jij bent oprichter van Lena's Library, een kledingbibliotheek in Amsterdam. Een hele mooie manier om anders met de kledingindustrie om te gaan, lijkt me. Suzanne, wat is jouw definitie van impact maken? Impact maken? Voor mij is dat... Dat begint eigenlijk, denk ik, dan met het woordje respect. Dus respect hebben voor... De mensen met wie je werkt, de dieren die daarbij betrokken zijn, de planeet waar we gebruik van maken. En voor mij hoort daar ook heel erg bewustwording bij. Dus nadenken voordat je echt iets doet. En de impact die daarbij hoort in relatie tot wat ik daar professioneel mee doe, is dat we proberen minder te consumeren. En daardoor dus uiteindelijk minder te produceren en minder weg te gooien. Hmm. Mooi. En hoe is dat voor jou, Diana? Wat is jouw definitie van impact maken? Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ik denk impact is voor mij, heeft heel erg ook te maken met, maakt eigenlijk niet uit hoe klein of groot het is. Voor mij, ik zit heel erg in van alle kleine beetjes helpen. Dus ik heb eigenlijk het privilege dat ik een platform heb en dat ik mijn stem kan gebruiken om mensen iets mee te geven. En of je nou, zoals ik, dat met een groter publiek doet. Of dat, weet je, als consument, dat je kleine stappen neemt om alleen al bewuster inderdaad te zijn wat jij zegt. En gewoon anders gaat nadenken over je consumptie, over hoe je leven leidt eigenlijk. Dat is voor mij ook impact, gewoon op het individu, zeg maar. Oh, dat vind ik wel heel mooi. Dus bestaat ook een soort van tweedeling. Je kunt eigenlijk als consument, elke stap telt. Klein of groot. Je maakt sowieso impact als je in ieder geval één stapje zet. 100%. En jullie als initiatief, jij hebt een mooi platform waar je mensen mee bereikt, waar je impact mee kan maken. En jij doet dat ook door je eigen initiatief, de Kledingbibliotheek. Waarom vinden jullie het zo belangrijk? Kun je misschien iets meer vertellen over wat jij doet en waarom je dat zo belangrijk vindt? Ik heb dus een kledingbibliotheek en dat betekent dat het een plek is waar je kleding kunt lenen. En we herkennen het als vrouwen vast allemaal dat bij elke gelegenheid willen we een leuk nieuw outfit. Maar in plaats van die steeds weer te kopen en misschien maar een paar keer te dragen, kun je die natuurlijk ook gewoon gebruiken en weer teruggeven zodat iemand anders er plezier van kan hebben. En op die manier gaan we al veel bewuster natuurlijk met kleding om die er al is. Dus wij proberen heel erg te focussen op die levensduurverlenging van bestaande spullen. Ik vind het best wel schrikbarend hoe respectloos wij met spullen omgaan en hoe wij kleding in de loop van de jaren zijn gaan zien als een wegwerpproduct. En enerzijds wordt dat ook wel deels gestimuleerd door de industrie die gewoon hele slechte spullen maakt. Het is echt gemaakt om na 3 keer dragen kapot te gaan of een paar keer wassen. Zodat je weer iets nieuws gaat kopen, want dat is wat ze graag willen, hè? Dat we blijven consumeren. Maar als je dan kijkt naar de jaren 60, 70, toen werden kledingstukken echt met heel veel ambacht, met goede kwaliteitsmaterialen gemaakt, waardoor het heel lang meeging. Toen kocht je een winterjas om daar misschien wel 10 jaar mee te kunnen doen. En dat is heel erg veranderd. Zo vanaf de jaren 80 is dat massale steeds meer gaan groeien. Toen is de productie ook meer richting Azië gegaan. En dat gaat toch uiteindelijk allemaal ten koste van heel veel mensen, maar ook onze planeet. En daar moeten we iets tegen doen. We moeten dat anders aanpakken.
Daar ben ik het helemaal met je eens. En ik denk Diana ook. Want hè, je hebt een groot platform waarbij je ook aandacht geeft aan slow fashion. Waarom is dat voor jou zo belangrijk om juist daar ook wat meer aandacht aan te geven? Nou, ik heb met het werk wat ik doe natuurlijk best wel veel te maken met fashion. Ik maak sinds 2011 video's, waaronder veel over kleding en mode en hoe ik die style. En voorheen daar gewoon niet over nagedacht en zelf veel kleding gekocht om dat soort van gaande te houden. Op een gegeven moment ook heel veel met PR natuurlijk lijntjes uitgezet, dat op een gegeven moment je ongevraagd ja, kleding krijgt opgestuurd, wat inderdaad in de meeste gevallen uit Azië komt. Het is nou niet van de beste kwaliteit, veel samples en dat soort dingen. En daarmee eigenlijk ja, toch heel veel denk ik ook indirect mensen beïnvloed om zelf ook te blijven kopen en ja, een soort van elke paar weken weer iets nieuws in je kast te moeten hebben. En begin dit jaar heb ik zelf het besluit genomen om daar eigenlijk echt best wel radicaal over te gaan. Want bij mij kwam echt in één keer het besef hoe fout het eigenlijk was waar ik eigenlijk zoveel aandacht in stopte. Of misschien niet aandacht de beste, maar bij mij kwam het in één keer heel hard aan dat ik inzag eigenlijk de negatieve impact die ik had. Want op veel andere vlakken in mijn leven probeerde ik al duurzamer te zijn. En dit was iets wat eigenlijk als opeens was een heel, heel grote ja, doorn in mijn oog zat. Ik dacht, hé, maar hoe kan ik dit allemaal doen? En in dit vak van mijn leven en van mijn werk ook, daar eigenlijk ja, dat soort van tegenwerken. Dus ja, toen heb ik echt de knoop doorgehakt. En niet alleen dus vanuit mijn professionele optiek, maar gewoon heel erg vanuit mijn persoonlijke passie voor dit onderwerp en interesse. En ben ik dat dus ook gaan doorvoeren op mijn YouTube kanaal en op mijn Instagram, eigenlijk op al mijn social kanalen. Is dat ja, natuurlijk organisch er zo in door gaan werken. Ja, en nu zijn de meeste van mijn content focust zich nu best wel ja, gewoon op slow fashion. Wat mooi. En ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd hoe bij jou die transitie is gegaan. Want je zegt eigenlijk van eerst was ik me dus totaal onbewust van het feit dat ik zo'n negatieve impact had. Ja. Hoe is toch die bewustwording bij jou zo sterk gekomen dat je hebt besloten dat je het opeens helemaal anders wilde doen? Nou, eigenlijk, ik denk in de periode ervoor had ik best wel oogkleppen op. Dat zal ik eerlijk toegeven. Dat ik hier en daar wel dingen meekreeg van. Mm-hmm. Ik wist ergens wel, iets is hier niet helemaal pluis. Zeg maar, dit, waarom is dit topje 15 euro? Waarom kan je een bikini voor 1 euro kopen? Dat waren toch dingen waar ik me wel een soort van in mijn achterhoofd van bewust was. Maar gewoon probeerde afschermen. En dat ook heel erg een soort van verantwoorden. Vanuit, ja, maar dit doe ik nou ook als werk en dit is wat mensen graag willen zien. Dus dat is nou eenmaal zo. En toen ik me daar dus echt actief in ben gaan verdiepen, omdat ik dat gewoon soort van niet langer wilde negeren gewoon. Ja, dan is het best wel shocking wat je gewoon allemaal tegenkomt over de industrie. En ja, vandaar dat ik dus bij mij de knop eigenlijk dus heel snel heb omgezet. Dat bij mij in één keer het besef van dit kan niet meer. En ik heb dus gaandeweg die transitie, ik heb het soort van, toen ik het aankondigde op mijn YouTube kanaal, was het ook voor mij nog een soort van ontdekking natuurlijk, best wel een avontuur van, ik heb toen aangegeven van ik wil dat gaan doen, waarschijnlijk doe ik het niet in één keer perfect, want dit is voor mij ook echt nog heel erg nieuw en ja, ik ga gewoon. Het is gewoon een nieuw pad met, wat je bent ingeslagen. Ja. Ik ga dit nu soort van uitvogelen hoe ik vanaf nu duurzamer met mijn kledingconsumptie kan omgaan. En ik ga het jullie laten zien. En dat is bij mij eigenlijk hoe het is gegaan. En vanaf het begin dacht ik dat het vrij lastig zou zijn. Maar eigenlijk, als ik er nu op terugkijk op de laatste zoveel maanden dat ik ermee bezig ben, is het echt heel natuurlijk. En ja, hoef ik er eigenlijk amper nog over na te denken. En wat zijn de reacties van jouw volgers dan? De reacties, daar was ik van het begin best wel bang voor. Ja. Dat het, inderdaad, dat je tegen mensen aanloopt te zeggen, ja, dat hoeven we allemaal niet te zien. Want ik dacht, de meeste mensen willen gewoon een soort van die massa kleding zien. Maar het was echt overweldigend positief. Ja, echt oh, wat goed. Verwacht. Ik denk een paar mensen die misschien zijn afgehaakt. Maar echt, er is ook zoveel nieuwe
nieuwe volgers en kijkers bijgekomen die juist in dit onderwerp echt super geïnteresseerd zijn en zich ook heel erg in dezelfde positie bevonden zoals ik, dat ze heel graag wel iets beter wilden doen, maar niet wisten hoe. En dat ze zeiden, ja, eindelijk iemand die mij kan laten zien van hoe je het beter kan gaan doen zonder misschien in één keer alles perfect te doen, maar die kleine stapjes te nemen naar gewoon een andere. Ja, het is positie. Ook wel heel mooi dat je dat op deze manier zo open laat zien, want ik denk dat het voor heel veel mensen geldt dat ze af en toe wat meekrijgen en op een gegeven moment op het punt komen, oké, ik wil het anders doen, maar hoe dan en wat kan ik dan doen? Ja, en ik probeer het eigenlijk op mijn YouTube kanaal of op eigenlijk al mijn sociale kanalen heel laagdrempelig te houden. Dus veel mensen hebben volgens mij bij duurzame kleding heel erg het idee van dat het best wel een elite ding is. Omdat duurzame merken uit de winkel, die zijn vaak prijziger dan andere. En dat de enige manier is van duurzaam consumeren is iets wat mensen volgens mij een soort van stigma overheerst. Ja, maar dat vind ik ook wel mooi dat jij erover begint. Want ten eerste ben jij zelf wel bewuster geworden. Maar is het toch dat jij zelf op onderzoek bent uitgegaan? Ja. En de dingen die je daar tegenkwam, daar was je van gechoqueerd. En toen besloot je eigenlijk van, hey, ik wil dit anders gaan doen. Dus je bent op zoek gegaan naar alternatieven en dat wil je ook graag delen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ook zoveel informatie tegenkomt dat je denkt van, wow, weet je wel, dat het gewoon heel, het is duurzaam mode is een best complex begrip eigenlijk, hè. Waardoor dus ook heel veel mensen het idee hebben, duurzaam mode is duur, hè. Of het is er bestaat een heel bepaald stigma. Wat is eigenlijk nu jouw interpretatie van duurzame mode, nu jij er iets meer van af weet? Mijn interpretatie is eigenlijk dat ik zoveel mogelijk tweedehands koop. En dat is wat de tip die ik ook eigenlijk altijd meegeef, is wanneer je iets nieuws wilt of denk dat je het nodig hebt, kijk niet meteen naar nieuw, maar ga tweedehands bezoek. En dat heeft mijn kledingkast zelf ook zoveel leuker gemaakt. En als ik nu ga shoppen en ik vind iets wat echt perfect zit en wat ik echt geweldig vind, dan ben ik er zoveel blijer mee. Dan is het dan veel leuker, ja, toch? Ja, echt zoveel voldoening uit omdat je gewoon naar een grote zaak gaat en daar iets uit de rekken haalt wat met jou zoveel anderen ook dragen op dat moment. En dat is voor mij eigenlijk de manier waarop ik mijn hele kledingkast heb verduurzaamd, is om eigenlijk gewoon zoveel mogelijk vintage en tweedehands te shoppen. Ik ga echt alle vlooimatjes af en tweedehands zaakjes en zo. Heb je dan ook het idee dat je veel anders met je eigen stijl bent omgegaan? Ja, heel anders. Ik denk dat ik veel meer ben gaan kijken naar ook wat heb ik aan mijn kast hangen. Wat zijn items die ik echt opnieuw en opnieuw en opnieuw draag? En hoe kan ik dat bijvoorbeeld op voortbeduren? Dus dan heb ik bijvoorbeeld telkens een soort combinatie aan die ik ontzettend leuk vind. Maar denk ik, oh, misschien als ik dit erbij doe, dan is het misschien meer geschikt voor het najaar bijvoorbeeld. Ja. In een soort wat meer zomers outfit. Ja, dus het gaat veel organischer dan dat je hele nieuwe outfits. Precies, maar steeds ik kijk alles gewoon hoe ik kan voorbeduren op mijn eigen kledingkast, omdat dat ik al heb. In plaats van alleen maar te denken van, hier mist iets, wat kan ik nieuw gaan kopen, wat ik nog niet heb. En dat je daar anders ook met je eigen kleding, wat je al hebt, gewoon daar een soort van creatiever naar gaat kijken. Dus dan draag je ook de spullen die je hebt meer. Oh, 100%, ja. Hmm. Ja. Heel mooi. En Suzanne, ik denk dat voor jou dat heel mooi aansluit. Wat is voor jou de definitie van duurzame mode? Ja, voor mij, inderdaad, wat jij zegt, daar zit natuurlijk heel veel in al. Voor mij is dat bewust kiezen voor iets. Heb je het nodig? Waar is het van gemaakt? Hoe is het gemaakt? En dan weet je niet altijd. Het liefst kies ik ook voor tweedehands. Ik leen ontzettend veel kleding natuurlijk zelf. Uiteraard. Die luxe heb ik dat ik daar elke dag een nieuw outfit kan uitkiezen. Maar ik vind het ook ontzettend leuk om naar vlooienmarkten te gaan. Kringloopwinkels, met vriendinnetjes ruilen, dat soort dingen. Ja. Het is de bevrediging van zo'n pareltje ergens vinden is veel groter dan naar een winkel gaan, inderdaad. En wat ik ook zo leuk vind is als mensen dan, als ik dan een compliment krijg op een kledingstuk of net zeggen, hey, wat leuk, waar heb je dat gekocht? Ja. Dat je weet dat je kan zeggen van, ja, dit is tweedehands en dat niemand anders dat op dat moment ook kan kopen. Dat klinkt misschien een soort van egocentrisch, maar het geeft je wel een soort kick van, ja, het maakt het veel unieker. En dat is niet iets wat heel veel jonge meiden ook heel graag willen. Ze willen juist eruit springen. Maar dat doen ze eigenlijk vaak niet als ze maar klakkeloos die trends volgen. En ik denk dat dit juist een hele mooie manier kan zijn om juist wel eruit
te springen. Want dat, als ik eventjes mag aanvullen, dat was wat ik in het begin, voordat ik dus met slow fashion bezig was, dacht ik, ja, maar ik hou veel te erg van kleding. Ik kan toch nooit dit nu opgeven en dan vervolgens alleen maar hetzelfde de hele tijd dragen. Of dan dat ik dan soort van moest afdoen aan mijn persoonlijke stijl. Maar sinds ik dus de overgang heb gemaakt, is mijn eigen stijl echt alleen nog maar een soort van, ik wil niet zeggen beter geworden, maar misschien geniet je er meer van. Ja, ook. Precies. Dat ik gewoon veel dat je er anders naar kijkt en dat het ook unieker is geworden, denk ik. Veel meer eigen. Veel meer dicht bij jezelf eigenlijk. Want je denkt eigenlijk veel meer na over wat jij mooi vindt en wat jij belangrijk vindt ook. Want je moet uiteindelijk veel selectiever gaan zijn. Dus je moet echt nadenken, wat vind ik echt belangrijk? Wat past echt bij mij? En daar ga je naar op zoek. Dus uiteindelijk is het een manier dat jij een stijl gaat ontwikkelen die echt van jou is. Precies dat, ja. En dat wordt ook bijna een soort van spel. Als je dus heel veel limitaties hebt. Dus je kan niet zomaar alles doen wat je wil. Hè? Ja. Zo benader ik het altijd een beetje. Mm-hmm. Ja, je wordt eigenlijk veel creatiever. Ja. Maar natuurlijk zijn er ook uitdagingen, uiteraard. Hoe houd jij als influencer toch die snel bewegende modetrends bij? Want uiteindelijk is het toch, hè, wat veel volgers van jou gewend waren. We hadden het er net al even over. Hoe ga je die uitdaging aan? Ik heb mijn eigen kanalen altijd heel erg gebruikt om echt mijn persoonlijke stijl een platform te geven. En ook voordat ik met slow fashion begon, was ik nooit echt super trend gefocust. Het was wel dat ik me er bewust van was en er toch wel uiteindelijk in meeging. Omdat je gewoon koopt wat er op dat moment in winkels hangt. En dat is altijd trend gebaseerd. Maar ik denk, het enige wat nu moeilijker is, ik laat nog steeds mijn eigen stijl zien op de manier die ik hiervoor deed. Maar dan met uniekere stukken. En ik kijk nog steeds veel wat ik bijvoorbeeld op Instagram voorbij zie komen bij andere influencers, om maar eventjes zo te noemen, wat ik leuk vind. Mm-hmm. Maar dan kan ik gewoon heel erg mijn eigen draai vinden met wat ik vind. Wat ik gewoon in de kringloop tegenkom of wat ik toevallig nog heb hangen. Dat ik denk, oh, als ik dit nu zo en zo combineer, dan is het opeens trendy, het mag misschien ook veel meer gaan over je laten inspireren dan over kopiëren, toch? Ja, 100%. Zodat het bij jezelf blijft. Ja. En misschien is het hem ook dat jij nu niet meer zozeer het nieuws, het nieuwe wil presenteren, maar meer de ontwikkelingen in jouw stijl en hoe je dat doet. Het vinden van nieuwe combinaties, maar niet elke keer iets nieuws presenteren wat je moet kopen. Nou, en dat vind ik dus heel goed dat je dat zegt, want dat is precies, denk ik, wat bij mijn volgers nu ook heel erg leeft, is dat niet meer dat klakkeloos kopiëren wat jij ook zegt. Vroeger zette ik dan gewoon een linkje in de beschrijving van wat ik dan allemaal gekocht had en mensen konden gewoon met een paar klikken op de knop, oké, dat koop ik ook. Ja. Terwijl nu, omdat het iets, als ik iets laat zien, is het meestal iets wat je dan zelf niet in de winkel kan kopen, gaan mensen ook inderdaad veel creatiever daarmee om, zelf ook weer, waardoor ik dan weer heel indirect eigenlijk daardoor blij ben dat ik niet meer dat kopen stimuleer als voorheen. Of ik het nou wil of niet, uiteindelijk denk ik dat je met die soort van methode toch uiteindelijk mensen aanmoedigt om dezelfde dingen te kopen. Of weet je, dat ze onderbewust denken, oh, maar ik heb dat nodig, want anders dan kan ik er niet leuk meer uitzien op dit moment. Of zoiets. En met dit kan je gewoon inderdaad veel meer aansporen tot creatief naar je eigen kledingkast hangen, kijken van wat er al in hangt en kijken wat je tegenkomt, gewoon tweedehands. Dat. Ja, en als je dan toch wat meer wil experimenteren en het moeilijk vindt om bij een tweedehands winkel iets te vinden, dan heb je natuurlijk nog een kledingbibliotheek. Kun jij misschien vertellen wat voor soort consumenten, wie komen er bij jou binnen? Is dat Diana die gewoon al helemaal haar stijl heeft gevonden? En kun je me daar iets misschien over vertellen? Ja, dat is eigenlijk een heel brede groep. We hebben echt meiden zoals jij die precies weten wat ze willen en die pikken ook echt heel bewuste pareltjes eruit. We hebben ook dames die die juist het heel fijn vinden dat ze bij ons het advies krijgen. Die vinden, die zien wel wat er allemaal gebeurt, maar die vinden dat heel moeilijk om te vertalen naar hun eigen stijl. Dus die kunnen we dan ook altijd heel goed helpen. Ik denk dat er dan ook nog een hele belangrijke groep is van dames die vooral komen omdat ze echt vinden dat ze een bewustere keuze moeten maken en minder willen kopen.
En die het nog steeds heel leuk en belangrijk vinden om er heel mooi uit te zien. Maar ja, weet je, als je dat meisje wordt met die gele blazer, ja, na 2 of 3 keer is die gele blazer niet meer leuk. Ja. Dus dan breng je hem terug. Mooi. En dat vinden zij prima. Ja. En het is dan ook heel leuk, dan ontstaan er van die situaties in de pashokjes. En dan heb je een dame van 55 en een meisje van 25 naast elkaar. En die dan elkaar gaan adviseren of vertellen, hey, ja, die had ik vorige keer aan naar een feestje. Of ja, dat is superleuk, dat op zo'n manier dat allemaal met elkaar verbonden is. Ja. Ja, maar ik vind het ook wel heel mooi, want eigenlijk is wat je zegt, iedereen kan eigenlijk binnenkomen met welk probleem je eigenlijk komt. Of je weet al precies wat je wil en je kunt lekker lenen zonder dat je er eigenlijk schuldig over hoeft te voelen. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, ik weet nog niet zo goed wat mijn stijl is. En ik vind het fijn om ergens te komen waar ik kan experimenteren zonder dat dat ten koste gaat, hè? Van het verbruik van grondstoffen, van mensen die eraan hebben gewerkt. Dan kun je een keer iets fouts aandoen dat je denkt, nou, dat was het toch niet helemaal. Ja, je kan net wat verder buiten je veilige... Ja, en je krijgt er ook nog advies bij. En dan heb je ook nog de optie van, hey, ik wil eigenlijk gewoon ja, soms wat nieuws aan, maar ik wil dan niet iets nieuws kopen. En dan kun je ook bij jou terecht. Dat is wel heel mooi. En we zien ook echt dat klanten die binnenkomen met de gedachte van, nou, ik wil het gewoon een keer proberen, ik ben wel nieuwsgierig. Als die een paar maanden lid zijn, dat ze ook echt zeggen van, ik merk dat ik gewoon veel minder koop. Ik, ja, misschien wat goede basics, hè, die je wil aanschaffen, maar ja, dat ze veel bewuster zijn van hun koopgedrag en helemaal niet meer zoveel shoppen buiten Lena eigenlijk. Ja, maar dat is eigenlijk wel heel mooi, want ik denk dat het voor bijna iedereen wel geldt. Het moment dat je besluit om minder te kopen, heb je ook meer tijd om erover na te denken. En dan ga je bewust te consumeren. Heb je eigenlijk door hoeveel je eerst kocht. Hè? En dus daar begint die bewustwording. Als we eigenlijk allemaal even op die rem trappen. Want dan word je in één keer bewust van, hey, hoe pak ik dit nou aan? En wat zijn eigenlijk nog meer opties? Onze hele mindset moet natuurlijk eigenlijk gewoon gaan veranderen. Wat bij mij trouwens ook echt heel erg hielp, is dat ik, als ik dan ging winkelen, dat ik bij elk kledingstuk waarvan ik dacht, oh, dit is wel leuk, dat ik ging nadenken, hoe kan ik dat 30 keer aan? Mm-hmm. Dat vond ik altijd een heel goede, dat heeft mij echt heel erg geholpen in mijn beslissingen van wanneer ik aan het shoppen ben, of ik het wel of niet wil doen. Ja. Want als je echt realistisch nadenkt, 30 keer is echt best wel vaak in onze huidige consumptie. Ja. En als je daarover nadenkt, dan weet je volgens mij, kan je, als je een beetje eerlijk met jezelf bent, van kan je best veel uitfilteren wat je dan niet zou moeten kopen. Ja, dus ik hoor heel veel eerlijkheid naar jezelf, maar toon ook initiatief, hè, om wat meer onderzoek te doen. Ga op zoek naar toffe initiatieven en combineer ook wat vaker. Wat mist er volgens jullie nog in het huidige modebeeld om ervoor te zorgen dat straks iedereen die bewuste kant op gaat? Ik denk eigenlijk aandacht voor de ernstige zaak eigenlijk. En laatst ik zag laatst een interview op straat. En wat me echt heel erg bijbleef was een meisje. Ze vroeg aan haar, weet je hoe slecht de kledingindustrie is? Dat ze zei, ja dat weet ik. Mm-hmm. En dat ze zei, oh, maar het was volgens mij op de Kalverstraat. En zij was daar druk aan winkelen. En dat ze zei, ja, maar eigenlijk boeit het me niet. Oh. En toen dacht ouch. Ik denk dat je niet oprecht. Ik denk dat ze dan de eerste vraag soort van niet eerlijk heeft beantwoord. Als je echt weet hoe slecht het is, dan kan het je niet boeien. Want het is iets wat ons allemaal aangaat. Of je nou van kleding houdt of niet. Uiteindelijk is de impact zo enorm dat het heeft op iedereen invloed. Ja, of, zeker. Of je het nou wil of niet. En dat is denk ik iets wat op dit moment, dat het meer mainstream moet worden om daarmee bezig te zijn. Om duurzame kleding als de norm te zien in plaats van iets wat een soort van luxe is of een iets speciaals. En hoe heb je dan een idee daarbij hoe dat zou kunnen? Want dat is natuurlijk een heel groot. Ja, dat is de grote hamvraag. Ik denk dat het zal sowieso tijd nodig hebben. Ja. Want als ik naar mezelf kijk,
een jaar geleden was dit nog helemaal niet iets waar ik mee bezig ben. En nu ben ik, kan ik me niet meer anders indenken. Mm-hmm. Ik denk dat het ook iets is wat vanuit mensen uit hunzelf moet komen. Want hoe harder je tegen mensen gaat schreeuwen van dit is niet goed, dat is fout. Hoe meer mensen zich gaan verzetten. Terwijl wanneer je een soort van kleine prikkels hier en daar geeft. Dat mensen op een gegeven moment denken, oh ja inderdaad, je hebt toch best wel een punt. Ja. Dat is denk ik effectiever. Maar ik denk dat, om je antwoord te geven op die vraag. Ik denk dat het op die manier dat soort van al, ik denk dat gevestigde namen daar meer aandacht aan zouden kunnen besteden om het op die manier dat zeg maar over een grote bereik. Ja, en heb ik het niet alleen over influencers, maar ook over traditionele media en tijdschriften en merkers en weet je, echt uit alle aspecten van de industrie eigenlijk, dat er een soort collectieve geluid komt van dat een soort van gaat overnemen. Maar ja, dat lijkt me nou een goed idee. We zijn daar met Act to Make an Impact natuurlijk wel mee bezig om mensen aan de ene kant genoeg kennis te geven, maar ook op een positief te inspireren en te prikkelen. Door ook gewoon praktische handvatten. Ik denk vooral dat heel belangrijk is. Ja, want jij hebt natuurlijk met jouw initiatief, was het jouw idee van ik wil ook een alternatief bieden om het mensen gemakkelijker te maken. Ja. En merk je ook dat dat nu gewaardeerd wordt? Denk je nu dat we straks alleen maar kledingbibliotheek moeten hebben? Of denk je dat het gewoon een mooie aanvulling is op wat er al is? Het is niet zo dat ik tegen kopen ben. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat consumenten veel bewuster zijn van hun consumptiegedrag. En als jij echt iets vindt wat jij supermooi vindt, wat jou perfect past, wat een hele goede aanvulling is aan jouw garderobe, dat het een hele mooie investering is om dat te kopen. Maar voor heel veel spullen die we nu hebben, kleding, is dat niet zo. 80% van de tijd dragen we maar 20% van onze kledingkast. Dat betekent dat er heel veel spullen ongebruikt zijn de hele tijd. En ik denk dat daar mensen wat bewuster van kunnen worden. Ja. En beter mee om moet gaan. Ja. En bij jou hielp het dus van, laat ik anders zelf iets meer in dit onderwerp gaan duiken. Onderzoek. Hè? Ga zelf op zoek naar alternatieven. Onder andere een kledingbibliotheek of koop tweedehands. Wat zijn jullie Act to Make an Impact plannen voor de toekomst? En wil ik graag eerst aan jou vragen. Wat is jouw plan om misschien wel onderdeel te zijn van die massa media die voor die switch gaat zorgen? Met mijn eigen platform steeds meer mensen kan aanmoedigen om hierover na te denken en bewuster te worden. Ja, dat is echt het keyword gewoon, want met bewustwording begint het. En ook al maak je dan kleine stappen, ik denk uiteindelijk breidt het zich steeds meer uit. En in de toekomst hoop ik natuurlijk dat dat zich kan uitbreiden. En dat ik misschien ook andere mensen uit mijn eigen kringen daarmee kan aansporen om er ook aandacht aan te besteden, dat het meer ook, wat ik net al zei, mainstream wordt in plaats van iets wat nog een soort van niche is. Wat ik op dit moment nog een beetje het gevoel heb dat het is, dat de mensen die nu naar mij kijken, echt specifiek voor slow fashion, echt nog best een wat specifieke doelgroep is. Mm-hmm. En ik hoop natuurlijk dat dat in de toekomst, dat het ding wordt, de standaard. Ja. En dat het dan dus ook heel erg, denk ik, gaat over inspireren en samenwerken. En dat je met z'n allen, ik denk, als één initiatief of één persoon kan je best al wat bereiken. Maar als je dat allemaal gaat bundelen. Klopt, ja. En gaat delen. En als er vanuit de overheid iets gebeurt en vanuit influencers en vanuit ondernemers, vanuit consumenten. En als we allemaal een stapje zetten, dan komen we best wel heel ver, denk ik. Dat is super belangrijk. Denk ik ook. Ja. Nou, zullen we dat gaan doen dan? Goed idee. Act to make an impact. Want wij zijn er nog één, hè, met de tijd. Ja, ik wou hem hiermee afsluiten. Vond het een mooie. Ja, we zijn er al doorheen. Superleuk, guys. Thank you for following our video podcast Act to Make an Impact. You can watch and listen all episodes on Spotify or YouTube. Let us know how you want to make an impact on our social media channels or go to momster.com/acttomakeanimpact and I hope you'll join us the next time. Bye bye!